Proeflokaal De Kroon. Nieuwe padelbanen bij tennisclub. De tuinen van de Wiersen. Beste kijkers, welkom bij het regiojournaal van deze week. Proeflokaal De Kroon aan de Notenboomstraat in Groenlo is een ontbijt- en lunchgelegenheid waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een tijdelijke werkplek hebben. Zorg en horeca komen hier samen en dat is altijd de wens geweest van Aniek Peterman. Zij groeide op in dit café Vrieling van haar ouders. Nu begeleidt ze er mensen die net wat meer hulp kunnen gebruiken. Ze leren er omgaan met het arbeidsritme en vaardigheden op het sociale vlak. Aniek Peterman, we zitten hier eigenlijk in jouw ouderlijk huis. Hè? Dat is in Groenlo beter bekend als Café De Kroon en nog meer als Café Vrieling. Ja. Maar dat er is een derde naam bijgekomen, zagen wij net. Klopt, Proeflokaal De Kroon. En wat houdt dat precies in, Aniek? Het Proeflokaal is een werkervaringsplek voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En van 15 tot 67 kunnen hier hun werkervaring opdoen en die ga ik begeleiden weer terug naar betaald werk of vrijwilligerswerk of school. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ja. Zijn dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke beperking? Nee. Of ook mensen met langdurig werkloos die in de uitkering zitten? Ja. Hoeveel mensen heb je momenteel? Op het moment heb ik 12 mensen. Maar niet verdeeld over de 5 dagen. Verdeeld over de 5 dagen. Ja. Hoe kom je aan deze mensen? Ik ben hiervoor werkzaam geweest bij Hierenzorg in Winterswijk. En daar ben ik een onderaannemerschap aangegaan. En de cliënten komen daar vandaan. Dat is het bemiddelen ook tussen jou en tussen de Hierenzorg? Ja, wij hebben dan, zij hebben een groot cliëntenbestand. En daarin zijn mensen die weer terug willen naar werk of weer willen wennen aan het arbeidsproces. Hè? Dus arbeidsritme opdoen, wat hoort er allemaal bij werk, dus terugkomen in het arbeidsproces. En die mensen die komen daar vandaan. Ja. Dus we hebben bij Hierzorg is er een dagbestedingsplek, maar ook een sociale werkplaats. Maar sommigen die willen ook wel een stapje verder en die komen dan bij mij. Okay. Je zegt net, ik heb 12 man aan personeel, hè, verdeeld over de week. Wanneer ben je open? Van hoe laat tot hoe laat? Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 4. Het is geen dagbesteding, maar echt werk. Voor maximaal 1 jaar. Daarna gaan trajectbegeleiders van Hierzorg deze mensen verder begeleiden naar een reguliere baan. Proeflokaal De Kroon is van maandag tot en met vrijdag geopend voor ontbijt en lunch. Bezorgen aan huis is ook mogelijk. 'S avonds en in de weekenden blijft dit gewoon het bruine café Vrieling zoals de mensen het kennen. De Groenlose Tennisclub had al de beschikking over een groot aantal tennisbanen. Nu kan de liefhebber sinds kort ook nog eens gebruik maken van een drietal padelbanen. Padel is een combinatie van tennis, squash en beachbal en wordt bij voorkeur uitgeoefend door 4 spelers. Holger Brand, wij staan hier op het tenniscentrum De Blankenborg en ik zie overal tennisbanen, maar hier voor me zie ik wat andere banen. Kun je uitleggen wat dat voor banen zijn? Zeker, dat zijn padelbanen. Padelbaan is een sport die eigenlijk al heel lang bestaat, maar niet zo lang in Nederland. En padel is een combinatie van tennis en squash, want er zitten muren bij. En die muren zijn van glas en van hek. En daar mogen ze tegen aanslaan. En het is een snel spel dat ook in Nederland heel populair aan het worden is. Ja, het lijkt heel veel op squashen als ik het zo zie. Hè? Maar dan zeg je, je mag de muren en de wanden gebruiken. Ja. Hoe wordt het gespeeld? Ja, je hebt het al uitgelegd, maar met hoeveel personen? Je speelt het altijd 2 tegen 2. En er zijn een beetje de tennisregels van serveren en de puntentelling. 15-0, 30-0, 30-15. Er is ook juice en er wordt altijd schuin geserveerd. Dat is de basis wel van padel. Hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om hier padel te gaan doen?
omdat ik het zelf een hele leuke spot vond. Ik heb het gezien in Monaco, daar waren we met een tennisuitje om een grote held Nadal te kijken. Maar ja, nu zijn er andere helden, want padel werd daar voor ons geïntroduceerd. En sindsdien hebben we overal gezocht naar banen, en die waren er nog niet. Maar nu zijn ze overal en wij zitten dus volop te padellen. En zo heb ik ook mijn trainerslicentie hier. Oké, hoe lang hebben we de banen hier al in Groenlo? Is sinds april, sinds eind april pas, dus we zitten ja, net anderhalve maand. De verf is nog net niet opgedroogd. Nog net niet opgedroogd, klopt. Jij zegt, je bent padelleraar. Wat houdt dat precies in? Padelleraar betekent dat ik in ieder geval een opleiding heb gevolgd om mensen te kunnen begeleiden in het leren van padel. Daarbij heb ik dus techniek dingen moeten kennen, de theorie ook moeten kennen en kunnen voordoen en zelf ook een bepaald niveau van padelspelen hebben. Padel, wordt dat ook in een wedstrijdverband gespeeld? Zijn er wedstrijden, zijn er verenigingen? Jazeker, er is net als tennis in de competities. Er zijn ook laddercompetities op verschillende verenigingen. En er zijn bijvoorbeeld een NK is er, en een WK. En er zijn ook padel tours die volgens mij nu heel erg op Ziggo te zien zijn. Heel veel. Hoe is de belangstelling voor padel? In Groenlo? Ja, fantastisch. Wij hebben geprobeerd mensen enthousiast te krijgen door een starterset aan te bieden. Rackets, ballen en drie lessen. En we hadden gehoopt op 80 mensen, maar dat zijn er 152 geworden. Dat is goed. Dus de belangstelling is enorm. En is dat wel te handelen op drie banen? Nee, absoluut niet. Er moeten twee banen bij als het aan mij ligt. En liefst nog vier. Maar dat ligt niet aan mij helaas. Nee, er is te weinig ruimte. Hoe is het in de omgeving van hem met padel? Zijn er ook genoeg padelbanen, verenigingen? Eibergen, Neden en Winterswijk hebben allemaal padelbanen. Dus die liggen, dat zijn wel tennisclubs, liggen allemaal tennisclubs die in onze regio zitten. En daar speel ik ook geregeld. En deze padelvereniging is aangesloten bij de tennisvereniging hier? Eén vereniging. Hoeveel leden heb je die momenteel die padel spelen? Ja, ik weet bijna zeker dat we bijna 200 zijn als we al 152 lessen hebben. En er zijn er genoeg zonder lessen, denk ik echt 200 in de Groenlo. En dat lesgeven is een dagelijks gebeuren? Nee, ik ga twee dagen in de week geef ik les en de andere lessen worden door andere trainers gegeven. Oké. Kunnen er nog mensen hierbij komen? Ja, heel graag zelfs. Het is zo'n leuke spot. En het is van heel jong tot heel oud makkelijk te leren. En dan is het vooral heel veel doen. De basis voor het spel werd zo'n 50 jaar geleden gelegd in Mexico. En van daaruit meegenomen naar Spanje. Daar is het de meest populaire sport na voetbal met ruim 5 miljoen spelers. Ook in Nederland is padel inmiddels de snelst groeiende racketsport. De interesse in de sport is groot en de vraag naar nieuwe banen neemt gestaag toe. Wil jij ook graag een balletje padel slaan op de gloednieuwe baan? Dat kan. Kom gezellig even langs bij de Blankenborg aan de Oude Winterswijkseweg in Groenlo. Ingebed in het Achterhoekse coulissenlandschap in Vorden bevinden zich de betoverende rijksmonumentale tuinen van de Wiersen. Hier ervaart de bezoeker tuinkunst zoals die in Engeland, Frankrijk of Italië te vinden is. Klimrozen, rhododendrons toveren de wilde tuin om tot een levendig schilderij van kleur en geur. De tuinen kenmerken zich door een verscheidenheid aan vaste planten, heesters, varens, vruchten en groentes. Dit jaar is er ook een tijdelijke tentoonstelling gerealiseerd van historische granen en de bijpassende akkerflora, die inmiddels zeer zeldzaam of verdwenen zijn uit ons agrarisch landschap. De tuinen zijn iedere donderdag en zaterdag open van 10:30 's morgens tot 3:00 's middags. Wij melden u al eerder over het oude vervallen café tegenover het station in Lievelde, waarvoor de gemeente ooit een vergunning afgaf voor de sloop. Deze sloop werd toen voorkomen door de inzet van Lievelds Belang. Er waren veel ideeën voor het pand, zoals een bed en breakfast, een toeristisch informatiepunt en een foodcentrum in de relatie tot streekproducten. Deze plannen hadden echter geen kans van slagen.
bij de planvorming voor de woningbouw op het naastgelegen park Vossenburgt, wil de gemeente nu voor het oude lokaal van verlof uitgaan van een woonfunctie, waarbij het karakteristieke pand behouden blijft. Na veel jaren van overleg, plannen, nieuwe plannen en vooral de teloorgang van het pand, is er nu eindelijk zicht op een definitieve invulling. Het pand wordt een woning. De kerk in Meadow is al meer dan een jaar onttrokken aan erediensten. Een ondernemer uit Hogeveen heeft nu de kerk gekocht. Hij wil het gebouw zijn functie als bezinningsruimte laten behouden en voorkomen dat de kerk wordt verbouwd tot appartementen. De ondernemer heeft meer leegstaande kerken in de Achterhoek op het oog. In Meadow is men blij dat de kerk behouden blijft. Behalve voor diensten zal de kerk ook openstaan voor sociaal-maatschappelijke activiteiten. Misschien wordt de drempel daardoor lager en weten de mensen de weg naar de kerk weer te vinden. Beste kijkers, dit was weer het regiojournaal van deze week. We hopen dat u ervan genoten heeft. Graag tot de volgende keer.